De ministers die van 9 tot en met 12 augustus op werkbezoek waren in Cuba willen harde noten kraken. Niet alleen op economisch gebied, maar ook op cultureel en onderwijsgebied moet Suriname profiteren van de samenwerking met Cuba. Dat maakten de ministers van Financiën, Onderwijs, Wetenschap en Ontwikkeling, Sport en Jeugdzaken en Buitenlandse Zaken gisteren bekend tijdens een persconferentie. Het werkbezoek had te maken met de inaugurele vlucht van Fly Always naar Cuba. U hoort minister Gilmore Hoefdraad over de komende ontwikkelingen op het gebied van toerisme, gevolgd door minister Robert Peneu over de diverse opleidingen die Cuba te bieden heeft. Ik moet gezegd worden, om te danken aan de heer Joe, Fly Always. Die is 2 jaar terug begonnen met het idee om richting Cuba te vliegen. Vooral vanwege de enorme trek van de Cubanen richting het Caribisch gebied, voor toerisme, maar ook voor inkopenspraktijk. We hebben het gezien in Guyana. En het biedt een hele mooie gelegenheid aan onze business sector. Om dus producten aan te kunnen bieden. Maar daarnaast natuurlijk hebben wij onze hotels en ook nog onze evenwichtigheden die zullen meeliften met zoveel meer toeristen per week in ons land. Concreet is met de vice-minister van Cultuur afgesproken dat wij in Suriname samen met de Cubanen ons zullen richten op het stukje kunst, kunsttentoonstellingen en vooral trainingen op basis van audiovisuele media en filmproducties. Zeker ook copyright expert exchange. Ja. En wat zeker ook belangrijk is, dat wij zeker technische assistentie hebben gevraagd. Omdat op dit moment we heel veel bodemschatten hebben en we hebben een groot tekort aan archeologen. Minister Joan de Goeie van Sport en Jeugdzaken wil vooral kennis uitwisselen op het gebied van sport. En minister Ildis Polak-Bigli ging in op de recente gebeurtenissen in Venezuela. Zowel Suriname als Cuba hebben een standpunt ingenomen voor wat betreft de buitenlandse betrekkingen. Onze ambitie is om te komen tot een sportautoriteit en de implementatie van een sportacademie voor atletiek, dat we gebruik kunnen maken van hun kennis. Verder hebben we het ook gehad over informatie. Het is belangrijk, zeker wanneer je praat over prestaties op wereldniveau, dat je analytisch en strategisch te werk moet gaan. Wat dat betreft hebben ze 2 organen, Centrum voor Informatie van Cubaanse Sport en Centrum voor Onderzoek in de Cubaanse Sport, welke ze inzetten om hun sporters te analyseren. Als klein land kunnen we niet direct zulke grote investeringen doen, maar we hebben wel de ambities om er te komen. In eerste instantie is goed te vermelden dat de oplossing van de situatie in Venezuela in de handen van de Venezolanen zelf ligt. En dat respecteren we en eigenlijk ondersteunen wij ook zo'n oplossing. Er zijn een aantal zaken die ter grondslag liggen met betrekking tot deze benadering. En ik denk dat de president daarop goed is ingegaan in het DNA. Maar ik zal benadrukken dat soevereiniteit en constructieve dialoog van belang zijn. En deze gedachtegang is ook door Cuba onderstreept. En tenslotte denk ik dat het nogmaals goed is te benadrukken dat onze Latin Caribbean regio bekend staat als een zone van vrede. En zowel Cuba als Suriname hebben aangegeven dat wij in dat verband zeker alles eraan zullen doen om deze vrede te behouden. Tot zover dan de ministers, respectievelijk Joan de Goeie en Ildis Polak-Bigli. Ze spraken gisteren op een persconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.